spelende kinderen of een hond of een partner, een geliefde, boem en het is weg en het is klaar. Het is vooral een kwestie van veel graven en nog meer graven. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het strand van Den Helder en Julianadorp in kaart gebracht. Er zijn tientallen verdachte plekken waar mogelijk nog bommen of granaten liggen. Waarschijnlijk moet heb je deze aangetroffen. De opruimactie volgt naar de inspanningen van strandzoeker Ed Mallekoten. Hij heeft het afgelopen jaar bijna 200 explosieven gevonden. En meerdere keren heeft hij aangedrongen op maatregelen. Nou, ik ben in ieder geval blij ermee dat ze mij hebben overgenomen. En in plaats van de burger, dat er nu een professioneel bedrijf aan de gang is. Ja, hier was het je om te doen. Jazeker, ja. Wat was je grootste vrees? Ja, dat het fout ging natuurlijk. Ik bedoel, daar was het wachten gewoon echt op. Ik blijf vandaag bij een spuitbus, wat stenen en een stuk metaal, maar ook dat is goed. Juist, we hebben een heleboel objecten ontgraven en vastgesteld dat het niet om explosieven gaat. Dus we gaan door totdat we die gebieden die Ed heeft aangewezen helemaal onderzocht zijn. Als jullie klaar zijn, wil dat dan zeggen dat er nooit meer explosieven worden gevonden? Dat zou mooi zijn, maar op het strand kun je dat nooit garanderen. Hè? Dus er zijn een heleboel activiteiten die we kunnen zorgen dat er explosieven kunnen worden aangetroffen. Dus het is wel een momentopname om vast te stellen dat het strand veilig is.